En ik heb hier ook een vrij bekend gezegde gevonden hier in de studio. Goedenavond, Koen. Goedenavond, Niels. Goedenavond allemaal. Voilà, daar ben je. Zeg, Koen, ja, een aantal jaar geleden stond je op het podium naast Gerard. Hoe hard mis je Gerard? Ik mis dat heel hard. Ik ben een grote fan van Gerard Joling. Ik vind dat zijn stijl van presenteren werkelijk alles slaat. Dat begrijp ik. Zeg maar, Koen, nu zie je het allemaal een beetje van op afstand. Ja. Beleef je dat dan anders, zo'n show? Heb je bijvoorbeeld ook een favoriet? Ik heb zelfs meer dan één favoriet. En ik zal straks op mijn Instagram een foto posten met de nieuwe K3. Ik ga daar straks mee poseren. Maar ik kan nu al zeggen, als ze Hanne geen K3'tje maken straks, dan zijn ze allemaal stom. Woorden van Koen Wouters, en dat kan toch wel tellen. Zeg, Valérie, als jullie dan op vrijdagavond zitten te kijken naar die show, komen jullie dan met het gezin overeen of heeft iedereen zo'n beetje een aparte favoriet? Iedereen mag zijn favoriet hebben, hè. Oké, we hebben al Hanne gehoord van Koen. Geef ook eens een naam. Ja, maar dat heeft hij van mij gepikt, want ik kijk veel meer dan hem. Hij is altijd weg, hij is altijd aan het werken, dus ik kijk veel meer. Hanne is top, maar het zijn zoveel toppertjes. Maar ze moeten wel heel sterk in hun schoenen staan om deze te vervangen, want amai. Mooi, mooi om te horen voor Christen, voor Karen en voor Josje natuurlijk.